Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Over Nederland ligt een gebied met bewolking en uit die wolken valt van tijd tot tijd ook wat regen. Maar er zit ook een achterkant aan en dat betekent dat we uiteindelijk wel weer opklaringen gaan zien. Vanochtend is het nog op de meeste plaatsen grijs. Plaatselijk valt wat regen of motregen. Er zijn ook perioden dat het wat droger is en het is een graad of 16. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden en westen de zon weer wat vaker door. Er kan nog een enkele bui vallen en dan lopen de temperaturen op naar 17 graden in het noordoosten en 20, misschien wel 21 in het zuiden van het land. Er staat niet veel wind, ook vanavond niet, met nog een enkele bui, maar ook steeds vaker opklaringen dan in het hele land. Morgen beginnen we de dag met flinke zonnige perioden. Maar in de loop van de dag komt er meer bewolking, kan ook een enkele bui vallen, misschien met onweer. En de kans op een bui neemt 's avonds nog wat verder toe. Maar daarvooruit wordt het wel 20 tot plaatselijk 24 graden met een matige zuidelijke wind. Het weerbeeld gaat in het weekeinde wel veranderen. Zaterdag valt er vooral in het oosten nog wat regen, met het in het westen droge periode en meer zonneschijn. 17 graden, zondag een graad of 16 met in de ochtend nog wat zon, maar later op de dag neemt de kans op neerslag wel weer verder toe. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.